dit is wat die reep dus zo speciaal maakt. Klopt, ja. Dus dit is de vulling plus de cuneffe. We zitten nu op bijna 20.000 in iets meer dan 3 weken. En op de piek hebben we 2000 repen in een bestelling per dag gehad op de webshop. Op een normale junidag doen wij in andere jaren 30 webshopbestellingen. Allemaal met de hand, ja, ja, ja. We hebben er nog niks op verzonnen, helaas. En hier hebben we dan de echte befaamde crunch. Dat is de cuneffe. Dit is waar het die TikTokers echt om gaat. Echt om gaat, ja. En ik moet zeggen, toen ik het voor het eerst zag, dacht ik van ja, het kan niet veel voorstellen, maar die crunch is echt best wel bizar. Hier worden de repen gelost en je ziet ze zijn mooi glimmend, dus dat is goed gelukt. En dan gaan ze zo door naar de inpak. En eigenlijk zouden we bezig moeten zijn met Sinterklaasvoorbereiding, kerstvoorbereiding. Dus het is wel echt disruptief voor je bedrijf. De klant is ook heel anders. Die wil de volgende dag meteen de reep om een review te doen op TikTok. Maar toch, we kiezen ervoor om wel aan de vraag proberen te voldoen. Nou, we zijn hard bezig om de repen weer in onze 5 winkels te krijgen. Dus hij zal even offline blijven, zodat we onze klanten die ook naar de winkels juist ervoor komen kunnen bedienen. En verwachten jullie dan flinke rijen? Ik denk het wel.